De veiligheidsmaatregelen worden opgevoerd. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een onderhoud tussen president Chandrika Prasad Santokhi en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Het staatshoofd heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over de stijgende en verruwende criminaliteit. Besloten is om de surveillance op te voeren. Het KPS zal met ondersteuning van het Nationaal Leger wegcontroles houden en roadblocks opzetten. De samenwerking tussen Volksgezondheid, KPS en het Nationaal Leger zullen worden geïntensiveerd om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Vanuit het KPS zal de communicatie met de samenleving ook worden opgevoerd. Jyotish Jagannath, de medisch directeur bij het Mungra Medisch Centrum te Nikeri, is uit zijn functie ontheven. Minister Amar Ramadien deelde dit gisteren mee na een onderhoud met het crisisteam van het ziekenhuis. Volgens minister Ramadien is er geconstateerd dat de gewezen directeur bij een andere organisatie handelingen heeft gepleegd die niet door de beugel kunnen. Op basis hiervan is er een dossier opgestuurd naar de procureur-generaal om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.